Op zondag 17 september 1944 maken de geallieerden zich op voor de grootste luchtlandingsoperatie uit de Tweede Wereldoorlog, Market Garden. Het is de Britse maarschalk Montgomery die het gewaagde plan bedenkt en doordrukt. De Duitsers die leken te bezwijken. Het was een soort genadeklap om snel voor het einde van het jaar bij voorkeur de oorlog afgelopen te hebben. Het Engelse 30ste legerkorps staat in België aan de Nederlandse grens met zo'n 20.000 militaire voertuigen. Het plan is om met een bliksemactie van Lommel in België door te stoten naar Arnhem over een smalle corridor. Een afstand van zo'n 120 kilometer. Ze hadden 2 dagen voor Market Garden uitgetrokken, hè, om vanuit Lommel in Arnhem te geraken. Dat kon makkelijk, ze waren goed bewapend, goed getraind, ze hadden alle vertrouwen. Maar ze moesten wel de bruggen over de diverse waterwegen in handen krijgen, gaaf, om er snel overheen te racen. Het bezetten van die bruggen op de route is cruciaal. En dat wordt de taak van zo'n 25.000 Amerikaanse en Britse parachutisten. Zij zullen alle belangrijke bruggen over verschillende kanalen en over de rivieren de Maas, de Waal en de Nederrijn moeten innemen en behouden totdat het grondleger aankomt. Die waren natuurlijk ondermijnd en er waren voldoende Duitse vingers om op rode knoppen te drukken. We zien hier 2 foto's die de essentie van Market Garden weergeven. Garden, de grondoperatie, met een gedeelte van een Engelse kolonne erop in Valkenswaard. Daarachter in de verte ligt Eindhoven. Market, de luchtoperatie en ook de beide manieren die gebruikt werden om aan de grond te komen met para's, parachutisten, para's en met gliders die uit Engeland allemaal kwamen en naar dit gebied gesleept werden. Hier zijn ze boven de dropzone aangekomen met regenparachutes. Door een speciaal mechanisme gaan de parachutes meteen bij het vliegtuig lopen. Ze vliegen zo laag dat een parachutist daar zelf geen tijd voor heeft, dan valt hij te pletter. 150 meter, 160 meter was hun vlieghoogte. View van bovenaf, je kunt de grond amper zien. En even later komen dan de gliders binnen. Ook via een vaste procedure van aanvliegen, loskoppelen en een bochtje maken. Een gliderpiloot had een minuut of 6 om een landingsplek te vinden. Ja, hier staan we bij een Wacko glider. Het is niet een authentieke, het is een nagemaakt model, maar voor de rest helemaal herkenbaar. Een Wacko was in staat om 1 jeep mee te nemen. Het laadruim dat was niet al te groot. Er konden ook 15 para's in, maximaal 15, plus nog 2 vliegers uiteraard. Aanvankelijk gaat Market Garden goed voor de geallieerden. De weerstand is minimaal en bijna alle doelen worden bereikt. Maar toch treden er cruciale vertragingen op door slechte planning en toevalligheden. Hinderlagen waarin de Engelse kolonnes reden en een opgeblazen brug in Somme waardoor het verkeer stagneerde. Het afsluiten van de smalle corridor, soms dagenlang, 2 dagen lang achter elkaar in de buurt van Veghel. De corridor, de tweebaansweg naar Arnhem, die liep dwars door het centrum van Eindhoven heen. Het Statenzijnt, de Demer, de rechte straat, daar moest het verkeer doorheen. Maar er stonden ook de mensen, met een uiterst goede stemming natuurlijk, wel de oorlog op te houden. Het was een mislukking als je kijkt naar het oorspronkelijke opzetten. Alle bruggen tot en met Arnhem pakken en van daaruit dan verder opereren. Dat hebben ze niet gehaald. Hè. Dat bleek na een dag of 8 al heel duidelijk. En toen is Market Garden dus ook gecanceld. De geallieerden verliezen de slag om Arnhem. Daar sneuvelen ruim 18.000 geallieerde militairen. De term een brug te ver die is bedacht door een hoge Engelse generaal, ook een hoge Engelse officier. Die zei, ja, dit halen wij nooit, die brug is te ver, toen wees hij naar Arnhem. Maar ja, dat neemt niet weg dat er toch een flinke taartpunt van Zuidoost-Brabant bevrijd was. Je ziet hier de frontlijn op 30 september staan. En dat gele, dat is dus wat ze bevrijd hadden, hè? De taartpunt, zeg maar. En dat is na de hand uitgebreid, Limburg, richting Zeeland. En toen de jaarwisseling 44-45 eraan kwam, toen was het hele gebied onder de grote rivieren dus bevrijd. En het noorden dat moest nog een hoop ellende meemaken.